Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie geconfijte paprika maken. Wat hebben we nodig? Suiker, olijfolie, rode paprika, tijm, rozemarijn en look. We beginnen met de paprika. We gaan de paprika mooi midden doorsnijden. We gaan het binnenste van de paprika verwijderen. Mooi met het punt van ons mes doen, zodanig dat je ziet waar je snijdt. Nu snijden we het achterste eraf en het bovenste. En we gaan mooi alles egaal snijden. En nu gaan we alles mooi in fijne brunoise snijden. Dus we snijden mooie reepjes. En nu gaan we alles mooi gaan snijden in mooie fijne brunoise. Dan nemen we een kookpot. Die zetten we op het vuur. Doen er een klein beetje olijfolie in. Nu snijden paprika gaan we erin doen. Kruiden met peper en zout. Dan nemen we een teentje look. Mooi plakken, vel eraf halen van de look. Dan gaan we een half teentje erin doen. Dit gaan we mooi lichtjes laten sudderen. Met een takje rozemarijn erin. En een takje verse tijm. Dit gaan we nu onderzetten met olijfolie. Klein beetje suiker aan toevoegen. En dit gaan we zachtjes laten confijten gedurende 20 minuutjes. De paprika die heeft 20 minuutjes geconfijt. En die is super zacht. En die is klaar. Confijte paprika. Dit is een basis uit mijn keuken, die ik heel veel gebruik in salades, of met vis, of met vlees. En die kunt u ook een week vooraf maken. First Class, zeker lekker. Tot de volgende keer.